Jij bent vandaag een van de organisatoren van NL Doet in het kader van de Droomdekentjes. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, we maken droomdekentjes met heel veel plezier en die gaan allemaal naar Stichting de Regenboogboom. Van waaruit ze kunnen worden aangevraagd voor kinderen, wat ze tegenwoordig noemen kinderen met een uitdaging. Dat betekent voor kinderen die iets ernstigs hebben meegemaakt, een ziekte hebben, een trauma of wat anders dan ook. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat het niet helemaal alleen voor kinderen is. Klopt dat? Nee, op dit moment kunnen ook volwassenen in aanmerking komen voor een deken. Ook die worden op die manier via de Stichting de Regenboogboom aangevraagd dan. Ja. En die dekentjes, dat zijn dekens die kun je niet zomaar kopen? Je kunt ze absoluut niet kopen. Wij als vrijwilligers maken wij ze met heel veel liefde, aandacht en plezier ook nog. En dan kunnen ze via de stichting worden aangevraagd. Ja, want zo'n deken, dat is echt een werk van iets meer dan één dag, hè? Ja, je weet nooit precies hoe lang je eraan werkt. Ik werk soms wel aan vier dekens tegelijkertijd, zeg maar, omdat je dan een bepaalde kleur gaar op je machine hebt staan. En ja, je kunt niet zeggen, er zitten heel veel uren in, dat wel. Kan wel weken zijn, hè? Ja, soms is het ook weken. Maar dan gaan ze dus naar de regenboogboom en kunnen mensen nog meer kiezen. Omdat met zoveel mensen zijn we nu vandaag ook die met zoveel plezier die dekens in elkaar zetten. Ja. Ja, want er is een hele grote groep mensen gekomen om te kijken hoe die dekens gemaakt worden. Dat moeten jullie goed doen. Ja, als ik het zo zie, is het zo rond de 40 dames zitten hier vandaag. En helemaal geweldig. Sommigen werken met de hand en anderen hebben de machine meegenomen, zoals jullie hebben gezien. Nou ja, het is helemaal geweldig en de sfeer is fantastisch. Ja, wat wordt hier gemaakt? Een droomdeken van mijn blokken. Dus, ja. En die gaat u in elkaar stikken? En die gaan we in elkaar stikken en dan dus, ik geloof iets van 30 blokken. En dan dus gaan combineren hoe je het beste uit kunt leggen. Een mooie tekening aan het maken? En waar is die tekening voor? Voor de zieke kinderen. Ik maak het ongeveer hetzelfde, maar dan met mijn schabloon.